Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden. Klopt dat, ja of nee? Kijk snel. Ik ben hier bij Dr. Zet Soap en ik ga vandaag een tikselbehandeling ondergaan. Ik heb geen idee wat het is. Een tikselbehandeling kan je vergelijken met een laserbehandeling, alleen we doen het met warmte in plaats van met licht. De tikselkop die heeft allemaal hele kleine puntjes als het ware. Waar die warmte doorheen komt. Het is 400 graden waar we het over hebben, dus dat is flink warm. En met die kop met die kleine puntjes maakt die hele kleine brandgaatjes als het ware. En daardoor krijg je dat die huid verstrakt. Het grote voordeel van de tiksel ten opzichte van een CO2-laser bijvoorbeeld, is dat je gewoon door kan gaan met je werk. En niemand ziet die kleine gaatjes, terwijl ondertussen wel die huidverstevigende werking bezig is. De huid is natuurlijk ook een heel traag orgaan, hè? Dus als je een behandeling hebt gehad, werkt dat ook nog weken door. Wat we gaan doen voor jouw huid, omdat je toch een beetje pigmentvlekjes ziet uit het verleden eigenlijk, die dan langzaam naar boven komen, is doen de tiksel met een open channel behandeling. Ja. Dat betekent dat ik hem zo instel dat die kleine warmtegaatjes die je maakt, dat die open blijven vandaag, de eerstkomende 6 uur. Ja. En dat betekent dat we op die manier vitamine C kunnen insluiten. We hebben ook retinol hier. En we hebben de mesoglow-cocktail, daar zitten we hier al onder in. Dus we zouden het een keer kunnen afwisselen. Dan gaan we de vitamine C doen. En dat betekent dat ik na de behandeling een ampul openmaak en de vitamine C over jouw huid doe. En dat je vervolgens elk uur thuis dat ook even moet doen. Het is hem. Oké. Ik ga gewoon helemaal ontspannen. Ja, precies. Ik zeg altijd, denk aan tropisch eiland. Terwijl je dit voelt. Ja. Ja? Ja, ik voel het. Het is net een heel klein mini-gaatje. Ja. Het moet effectief zijn, maar het moet ook draaglijk zijn. Jouw huid is iets gevoeliger. Net als met smaak, met dingen proeven. De een proeft gewoon beter dan de ander. Ga ik even bij je onderoogleden ook doen? Ja. Als je dat goed vindt. Ja. Je bovenoogleden ook doen? Ja, doe maar. Ja, kom maar dicht. Net te lang op het strand gelegen. Precies, zo dat gevoel. Ja. Het is nu een uur geleden. Nou, ik heb het gevoel dat ik in brand sta. Dat zie je ook. Kijk maar even naar mijn hals. Het verschil tussen de huid die behandeld is en de huid die niet behandeld is. Ik ga nu de ampullen aanbrengen. Elk uur een vitamine C ampul. Ja, en dat geeft gelukkig wel enige verlichting. Want zij heeft er één aangebracht. En ik ga nu de eerstvolgende aanbrengen. Inmiddels zijn we 3 behandelingen en 3 maanden verder. En het resultaat is verbluffend. Echt, ik vind het ongelooflijk. Mijn huid is gladder. Mijn huid hier bij mijn hals is veel gladder. Die rimpels zijn veel minder. Maar ook bovenlip. En ook hier. Deze gaat altijd zo hangen. Die is iets meer omhoog. Ja, ik voel het. Het lijkt ook wel of mijn huid wat steviger is. Grappig genoeg deed de tweede en derde behandeling veel minder pijn dan de eerste behandeling. Ik moet wel zeggen dat de stelling wie mooi wil zijn moet pijn lijden ook in dit geval hartstikke opgaat. Maar ik vind deze behandeling absoluut aan te raden. Ja, ik ben blij. Ik hoop dat jullie hier wat aan gehad hebben. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.